De eerste open training voor het nieuwe seizoen van de A-selectie van DVS 33. En dat is al aangekondigd door onder andere Mark Tukker, geel-zwart, ook met het prachtige initiatief om de jeugd handtekeningen te laten ophalen. En ja, dat is behoorlijk gehoor aangegeven. Het is ongelooflijk, maar de tribune die is heel redelijk bezet. Het is super gezellig. Ja, natuurlijk beginnen de eerste gesprekken tussen de fans en de echte supporters van DVS 33 beginnen een beetje te lopen. De selectie gaat nu aan de gang met een bepaalde oefenvorm waarbij je los moet komen van je tegenstander. En Richard Plug geeft zelf even het voorbeeld, ondanks zijn nieuwe knie. Want ik geef het je maar te doen. Trainingen geven 3 keer per week met een nieuwe knie. Ik ben benieuwd hoe dit er vanaf gaat brengen. Heb je pen en papier klaar? Nee. Nee? Ga je geen handtekeningen vragen? Nee. Echt niet? Nee. Waarom niet? Gewoon. Je bent gewoon stoer. Je hoeft geen handtekening. Ik hoef geen handtekening. Of alleen maar van Frenkie de Jong? Ja. Frenkie de Jong. En jullie? Hoeft niet. Hoeft niet? Ook niet? Jongens, wat is dit? Handtekening vragen? Ja, want ik heb een feest van een vriendje. Die is volgende week vrijdag. Ja, en we hebben de Van Harte en dan Jarno, want hij is Jarno. En dan doen we alle handtekeningen erop. Oh, hartstikke mooi, man. Trots. Of niet? Ja, ik ben heel trots. Ja, mooi. Heel goed. En ook ja, de trainer natuurlijk, Richard Plug, voor het eerste seizoen bij DVS 33. Ik heb op het strand van Zandvoort kwam ik Ted Verdonkschot tegen. Die ken je wel, hè? Ja, Tedje ken ik wel. Ja, vroeger veel tegen gespeeld. Hij vond het prachtig dat je bij zo'n mooie club trainer kon gaan worden. Ja, nou ja, hij is zelf natuurlijk ook. De club waar hij bij zit is natuurlijk ook niet misselijk. Nee, maar ik heb met Ted wel veel contact. Kom hem regelmatig tegen. En ja, weet je, ik ben er trots op. Hij zit in het hele Walhalla. Hij is meer van Spakenburg. Maar ik denk dat de club als DVS daar er heel dichtbij in de buurt komt. Dus voor mij wel, wat zal het zijn, top 10, 15 amateurclubs van Nederland. Ja, daar ben ik wel trots op. En vandaag de eerste training, open training voor de jeugd. Leuk eventjes. Ja. Ja, ook een aardige belangstelling, Richard, hè? Ja, zeker. Ja. Ja, we hebben expres natuurlijk alle jonge jeugd uitgenodigd. Hè. Vaak nemen die hun moeders mee. Dus dat is voor de spelers ook nog wel leuk. En voor de trainer en voor jou. Ja, zeker. Absoluut. Hey, maar je ziet er goed uit. Zelf ook redelijk afgetraind. Goede vakantie gehad, Portugal? Redelijk afgetraind. Ja. Kijk, ik heb al 2 jaar een blessure. Dus ik kan niet zoveel trainen. Maar ja, sinds een maand of 4, 5 let ik een beetje op mijn eten. Want als je niet kan sporten, dan is het lastig. Hè? En ik vind alles lekker. Ik ben een Bourgondier. Dus ik ben inderdaad een kilootje of 4 afgevallen. Oké. Ja, en ik ben lekker naar Portugal op vakantie geweest. Toen heb ik er niet op gelet, hoor, want toen was ik ook alweer de 2,5 kilo zwaarder geworden. Maar je moet ook zelf wel een beetje fit zijn. En voorheen deed ik dat door te sporten. Maar ja, helaas al 2 jaar zware knieblessure. En daar ben ik nog steeds van aan het revalideren. Je mist nog een man of 4, Roald de Vries, Olivier Pilon. Echte jongens van het onderwijs allemaal. Hè? En die hebben denk van de baas toch even een weekje eerder vrij kunnen krijgen. Dat vind ik wel een goede zaak, want dan zijn ze weer op tijd terug, hè? Ja, nou ja, goed, het liefst start je natuurlijk zo compleet mogelijk, maar iedereen heeft recht op vakantie. Hè? En, dus zo sta ik er ook in. Ik heb tegen de jongens gezegd, zorg dat je wat fitter bent. En je bent er zelf verantwoordelijk voor als je aansluit, want dat mis je dan wel die anderhalve week. Maar zoals Olivier heb ik bijvoorbeeld ruimte gegeven om met een team uit Amersfoort, hij is geloof ik nog geblesseerd geraakt ook, maar om nog even een beetje door te trainen. Het blijft hobby ook, hè? Ook al is het op dit niveau. Ik bedoel, ik vind dat iedereen wel recht heeft om een beetje goede vakantie. En dan zijn die jongens ook fris in hun kop. Dus dat, daar ontkom je niet aan. Jij kiest altijd voor een rustige opbouw of pak je ze gelijk flink aan? Nou ja, kijk, heb ik de Piet Schrijvers en de Kistenmakers en zo gehad in het betaalde voetbal. En toen in 1995 kwam er iemand van PSV, Robert Verbeek.
En die deed het allemaal met pasen, trappen en doorbewegen en allemaal voetbaleigenschappen. Ja, daar moest je enorm aan wennen. Als jij natuurlijk zelf 12 jaar lang alleen maar duurlopen. Toen dacht ik wel, kan ik wel zo fit worden? Maar ja, uiteindelijk zelf ondervonden dat dit toch ook wel een manier is om goed fit te worden. En, dus ja, ik kies voor een geleidelijke opbouw. Met veel balcontacten. En ja, als die jongens gewoon die 5-6 weken doorbrengen, dan zijn ze wel aardig op niveau. Ja. Volgende week zaterdag OFC, als ik het goed heb. Ja, is de eerste oefenwedstrijd. Ja, nou wordt ook langzaam opbouwen, hè, dus dat zal veel wisselen worden. Ja, kijk, voorbereiding zegt me niet zoveel. We hebben ook de Harry Hamstra Cup nog. Nou, een hoop mensen vinden het hier onwijs belangrijk. Ja, voor mij geldt de competitie en het bekeravontuur. Nou, juist. Vorig jaar wel gezien met Odin, hè? Hoe leuk dat kan zijn. Absoluut. We wensen je namens DVS-TV ongelooflijk veel succes in deze oefencampagne. En we gaan elkaar ongetwijfeld nog wel spreken, Richard, denk ik. Ik ben er bang voor, Piet.